Bij de kanaries hebben we drie soorten. De kleurkanaries, die dan gaan verschillen in kleur. De postuurkanaries, die verschillende vormen en structuren gaan hebben. En de echte zangkanaries. Bij de parkieten, de kleinere papegaaiensoorten, hebben we de grasparkiet, de iets grotere valkparkieten en dan hebben we ook nog bijvoorbeeld de halsbandparkieten. De meeste kanaries die gehouden worden zijn de zangkanaries, omdat ze mooi fluiten. Dat zijn de mannetjes die alleen maar fluiten, de vrouwtjes niet. Bij de parkietachtigen zijn de meest gehouden parkieten de grasparkieten en de veelkleurige agapornissen. Je kan kanaries en parkieten houden op twee manieren. Enerzijds kan je ze buitenshuis houden of je kan ze binnenshuis houden. Hou je ze binnenshuis, dan heb je een kooi nodig waarin je de vogels kan huisvesten. De vogels kunnen uiteraard in het huis ook rondvliegen. Heb je een buitenvolière, dan heb je twee zaken nodig. Enerzijds een uitvliegvolière en anderzijds een binnenhok waar de dieren kunnen overnachten. Daarnaast moeten de dieren zowel binnen als buitenshuis ook van een goede voeding voorzien worden en moeten ze dagelijks vers drinkwater krijgen. Hier hebben we een beetje een dubbele vraag. Kanaries en vinkachtigen krijgen meestal graanmengelingen en er zijn verschillende soorten graanmengelingen op de markt. Bij parkieten worden graanmengelingen gegeven, maar daar kan je beter eigenlijk pelletvoeding geven, omdat parkieten graanmengeling niet 100% tiptop in orde is voor parkieten. De parkieten pellen hun graantjes en de calcium die in de pel zit, ligt op de grond. Parkieten zijn selectieve graaneters en die gaan de graantjes dat ze het liefst lusten opeten. En dat geeft problemen op oudere leeftijd met de parkieten. Bij de binnenkooien moet je ervoor zien dat de vogels op zijn minst hun vleugels kunnen spreiden, zodanig dat ze ruimte genoeg hebben. De stokken waarop ze zitten heb je best ook in verschillende diktes. Zo kunnen ze hun steenspieren oefenen. Kanaries en parkieten kan je tam maken door ze allereerst rustig te benaderen. En je benadert ze best langs de zijkant, zodanig dat ze u zien aankomen. De ogen van de vogel staan op hun zijkant, dus is het belangrijk dat je ze van op de zijkant ook benadert. Ook is het belangrijk om steeds maar dezelfde woorden te herhalen. Als je vraagt van kom op mijn hand, dan geef je een kort krachtig commando hand bijvoorbeeld.